vanmiddag rond 2:30 is hier brand uitgebroken bij een chemisch bedrijf aan de Vlasweg op het industrieterrein Moerdijk. Nou, het werd al heel snel duidelijk dat het om een zeer grote brand gaat. De brandweer heeft flink opgeschaald. Er zijn hier 2 pelotons met brandweerlieden aan de slag gegaan. Toch meer dan 100 brandweerlieden actief. Inmiddels hebben ze ook assistentie gekregen van de brandweer van Shell. Maar ook van mensen van de luchtmachtbazen die hier met crash tenders, met waterkanonnen naartoe gekomen zijn. Ja, ondanks al die inspanningen is niet kunnen voorkomen dat een aangrenzend bedrijf, waar onder andere scheepsschroeven gemaakt worden, ook in brand is geraakt. Ja, en die brand heeft ook een enorme rookontwikkeling gegeven. Die rook is over het Hollands Diep richting Zuid-Holland-Zuid gegaan. En ook in die provincie zijn dus verschillende maatregelen genomen om de bevolking daar te waarschuwen. Er is inderdaad flink opgeschaald. Hier in onze regio zijn we inmiddels naar een grip 3 situatie gegaan. En dat betekent dat de burgemeester Denis van Moerdijk de hele operatie aanstuurt. Ook in Zuid-Holland is er sprake van een opschaling omdat daar de rook neerdwarrelt. Van Defensie zijn er ook een aantal voertuigen en er is ook een coördinator van Defensie ingevlogen, hè? Ja, dat klopt. We hebben nu 3 crash tenders hier, grote waterkanonnen om ons te helpen bij die brandbestrijding. Nou, de brandweer zelf is dus met ruim 100 brandweerlieden hier actief, want het is echt een zeer grote brand. Love it.